heel even kijken of de stream werkt. Duurt altijd even, denk ik. Staat hij er? Nee, dat is alleen niet. Ah, nee, dat is. Ik kan even kijken. Nee, dat is die chat waar wij nu in zitten. Hij zegt dat we live zijn. Alleen ik zie hem niet A en B. op de computer nog. Mijn PlayStation zegt wel dat ik live ben. Roendrik heeft hem wel. Nu al. Ja, he, hij doet het. Zo, Roelie, je moet even je microfoon wat harder zetten. Ik hoor je bijna niet op die stream. Wat ik net vertelde, die middelste knop. Ja. Ik heb een challenge gesend, Roelie. Heb je de stream aanstaan? Wacht even. Zo, je hoort jou echt zacht houden. Maar maakt niet uit, het kan gebeuren. Welkom bij de allereerste E-League hoofdklasse wedstrijd. Roelie Henrique speelt met de Braves tegen mijzelf. Met de Angels. Challenge failed, kom op man. Rully man, je wil niet eens mijn challenge accepten. Durf je nu al niet? Hier nu, challenge sent, waiting for response. Op die grote knop klikken. Rolly, wat ben je allemaal aan het doen? Challenge failed. Op MLB, hè? Send challenge. Is geen HCW hier, hè? Doe het maar! Oh ja, sorry. Ik ben onderweg. Ja, voor iedereen die de stream zit te kijken, sorry. Maar Roelie durft niet. Oh, ik. Ruwendrik Pieternella, zet in de chat. Hij moet in Custom League gaan om te accepteren. Kom op man, Roelie man. Ik ben hier in Custom League. Ik zie niks. Niet in Pikes. Niet daar. Nee, 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 nee. In die. Bombard League. In die league. Erin. Stuur nog. Nog een keer. Send challenge. Kan je me. Oké, wacht. Ik cancel. Invite jij mij even. Klik op play. Daarboven. En dan ga je naar mijn en dan klik op send challenge. Ja. Hier, challenge received. Tjonge, jongen. Accept. Oh, wow, Rudy. Even echo uit. Ja, Ruwendrik, ik weet hoe het moet. Rudy weet niet hoe het moet.
Appa. Oh, dan ben ik away. Nee, 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 dat gaan we niet doen. Ik moet thuis spelen. Nou, dan moet je me weer uitnodigen. Play, kijk. Ben je in die e-league nu? Dan zie je nu, nu staat links onderin staat challenge received, als het goed is. Ja. En dan klik je op die middelste grote, echt de grootste knop op de controller. Ah, en nu? En dan naar beneden bij dat driehoekie. Met die uitroepteken en dan klik je op accept. Oh my god, let's play ball. Het duurt even hoor. Die gebeten Rulli. Waar ben ik weer, Rulli? Let's play ball. Dat is het enige wat belangrijk is nu. Oh, oké. Okay. Oh ja, play ball nu, hè. Play ball. Kijk, ik speel thuis. Doe het maar. We gaan altijd in alternate. Rulli is de Braves. Ik ben de Angels. We hebben tegen elkaar geoefend. Wij zijn allebei niet goed. Kan gebeuren. Ik ga natuurlijk met Otani. Rulli gaat met Soroka. Ja hoor. Ik heb mijn line-up al gezet. Mikey Trout gaat gewoon lead-off. Wat doe jij nou? Ja, voor de mensen thuis, dit is mijn line-up. Dit is de beste Angels line-up. Helaas. Bij mij 1 tot en met 3 is goed. En Simmons is natuurlijk de beste verdediging kortstop van de wereld. Maar voor de rest is het niet best. Kijken we naar Rulli's line-up. Slecht voorbereid. Die moet nog alles helemaal instellen. Ja. Mike Soroka lead-off. Kom op Rulli, doe het maar. Oh. Ja, geef mij. Alle goede managers nemen hun tijd. Ja, Ruwendrik, ik zie het. Hij heeft hem al op zijn hoog staan. Zijn microfoon. Nee, dit is echt niet goed, man. Hoezo speelt Ronald Acuna shortstop? Geef mij nog even, jongen. Ja. We hebben alle tijd. Okay. Hé, hey, maar horen jullie Rulli of horen jullie hem gewoon heel zacht? Hé, hey, dit is delay of game. Dit is 1-0 voor mij. En dan klik je, op niet op, op options klikken, hè, als je klaar bent. Kijk. Tennessee Data. Wat? Wat is dit? Dat heb ik nog nooit gezien. Tennessee Data is strikt. Kijk, zoals jullie kunnen zien, de Rulli heeft 1 potje gespeeld. Ik zie heel veel nullen hier. Zoveel spelen bij dit spel. Afternoon baseball here on the show. Ja, jullie horen, hey, Rulli's horen jou heel, heel, heel zacht. Dat is zonde. Probeer je microfoon dichter bij je mond te doen, zou ik zeggen. Ik weet niet hoe dicht je op je mond... Wat voor een... Heb je een headset of heb je iPhone oortjes of zo? Ik hoor jou prima. AEG. Nou, Acuna lead-off. Eerste pitch. Wow, 100 binnenkant hoog, alsof het niks is hoor. Uh-oh. Oh nou, goed begin. Oh nee. Ja, bedankt Rulli, vind ik aardig van je. Nou, bedankt. A little quick on that swing and he finds himself behind 0-2. Otani has found success in his career at limiting base hits. He usually turns in outings where his hits per 9 numbers are really respectable and obviously that goes. Ja, komt die fastball ook. As a starting pitcher. Oh. There's a swing and a ball hit in the air and a ball he got every stitch of. Ay, one without a doubt.
Dat is geen ideale start. Krimpen ook nog. Die Aussie. Ja, mooi. Lekker begin dit wel. Mooi. Here's the first baseman, Freddie Freeman. This will get caught chasing a bad one there at strike one. Zo, goed timing. Hoe zit je hier nou op? Komt die fastball hoog. Hey, after that extra base hit, things could go awry. He did in the in the shift. Right back perfect niks. Nice. Papa. That's the second out. Ja. He'll get to take his first cuts here. Here's the pitch. Scheids, kom op man. Scheids, kom op man. Ik sta al 1-0 achter, scheids. Ja, lekker. Zo, is dit Gewendrik? Wie is dit aan slag? Uh-oh, cookie. Count even at 2-2. And that misses, so it's a good count 3-2. Not a bad spot to miss right there. Much rather have it run inside there. Swing and a miss. That retires the side and do it, bud. Now, redemption. Redemption time. Now with the plate, Mike Trout. He'll lead things off here. Mikey in the bottom Trout. Of the come up, Jochie. Alleen maar weet. Ja, joh. Hij durft niet. De beste speler. Zo. Oh, nasty. Here's the pitch. Nee. Kom op man, Roelie man. En dit is waar hij speciaal dangerous is, want als je walk hem, hij kan steal a base on you, but if you lay a fastball in there, he can take you down. Swing and a screamer, but this one's not gonna stay fair. Lifted in the air toward the line and right. But this is gonna wind up a foul ball. Ja, Mike Trout, die gaat niet zo om uit. 3-2, one more time. Gets him letters. So the base is empty here with no goeie AB kan gebeuren. Ho. Alleen maar mijn eerste 3 slagpensen. Die moet weg zijn, man. Geen pop heeft hij, geen pop. Hier, Anthony, kom op man. Robbie Coleman, kom maar met die changes. Hey. Kom op man, sla eens op slagballen man. From the windup, the 1-1 pitch. Ah, check swing. Great job by the pitcher right there, changing eye levels. Wilde ik doen, mijn mannetje niet. Sinker ball pitcher, but if he could throw some four seamers up in the zone like that, it could work. Very early, zegt hij. Kom op, man. Zo. He'll try again, 1-2. Ah, niks aan het handje. This is exactly the reason why this guy has been so successful and has played this game so long, scrambling pitch after pitch, making this guy work out on the mound. Goed gezien. Now the payoff pitch home. Roll me over. Hey!
Hey, bedankt. Jij geeft mij levens. Let's get it dan. Lekker, lekker, lekker. Kom op. Bijt. Goed gezien. Lestella is known to have an incredible ability to make contact when he swings the bat. Is dat het? Becoming a rare thing to see him swing and miss, leading many people to marvel at his apparent hand-eye capabilities. Yes, hij durft niet meer. Durf je niet meer? Justin Upton ontdekken, die kwam hem gewoon, die slaat hem gewoon de tuin uit. Hier, 3-0! Here's a fly ball, well hit, racing back. Ayo! Wacht, even pauze. Roelie, ik ga je even het nummer van Kevin Sprengers opsturen. Ja. Voor de nek van je pitcher. Is dat goed? Ja. Justin Upton the next to hit. Hey, Roelie, ik zie iemand zegt hier Roelie, fix your mic. The wind-up and the 0-1. Daan de Jong, even eerlijk, hoe vaak spelen jullie dit spel, Roelie en Stijn? Kan beter dit. We scoren in de eerste inning gewoon 3 punten. Ja, die Daan snapt er niks van. Daan, waar ben je dan? Je zou toch moderaten? Kijk, als jullie rechtsbovenin kijken, zometeen. Oh, nu niet. Dan zien jullie dat de Roelie is level brons 16. Dat is niet best. Pretty much unable to hit any of his spots and huh? Now he's at 3-1 and he's put him into another great hitting count. Lekker, goed gezien. First pitch on its way. Andrelton Simmons is at the plate. Rage quit in de eerste inning. Doe maar. Really, ga maar de cap in. De cap in. Heeft hij niet. Oh. 2-1 na de eerste inning. Wat een wedstrijd nu al. Koen Haldeman. Is Simmons defensief beter dan Bob? Wat wel van jij, Roelie? Ja. Simmons of Bob? Bob van der Meer. Ja? Is dat het? Simmons heeft de skill. Je kan natuurlijk niet allebei hebben. Tenzij je... Nee, ik wilde zeggen Roelie heet, maar valt eigenlijk ook wel mee. Skill and the looks. Here now is the catcher Tyler Flowers, and it's grounded just foul down the line. First shot for him here with a runner at first now and one away. Off the plate and in, it's a ball and a strike. A splitter, but he started. Sla dan, man. Slagbal. Geef hem vlagscheid. Base runner at first with one out. He's fallen behind now, 3-1. I love the approach out on the mound. Everything's down in the zone as it should. Goed zo. Clutch. Do you elevate a little bit more and get back in the zone? Oh, whoa. Okay. A nice job. It's ball four. Kak. First and second now with one away. Ender and Ciarte will be the next to bat as he'll look to bring home that tying run from second with a base hit into the outfield. No balls and one strike. Hij wil het wel doen voor je. Ooh. He fouls this one off. 0-2 count, here's the pitch. Nope. Runners are at first and second with spit on it. Oh, what the pitch, hey. Gewoon even rustig afhouden. Nasty! Mike Soroka. Wil je hem niet eraf halen, hoor? Mag wel, hoor. Oké, nu al, eerste inning. Moet je, heb je al iemand laten opwarmen? Koen Haldeman zegt, Bob van der Meer is beter dan Stijn van der Meer, vraagteken.
Ja, weet je wat het is? Bob van der Meer heeft in het Nederlands onder 23 team gespeeld. Daar heb ik nooit gespeeld. Want toen zat ik al 5 jaar in het A-team. En voor de rest is het ook lastig om... wat is het? Bob is trouwens... Nee, ik moet het nog beter maken. Bob is in onder 23 team gespeeld. Samen met Koen Haldeman. En die hebben het gewoon voor elkaar gekregen om op het EK zesde te worden. Nou, dat vind ik toch een hele prestatie. Geef niks, het is pas de tweede inning. Hey, hoor, is dit die acteur? Oh nee. Next batter to the plate, Smith. Ryan Goodwin. Ready to deliver. Here's the first pitch. Amsterdam Pirates. Die Amsterdam Pirates zegt in de chat. Roelie, Amsterdam Pirates zegt in de chat. Zo stil hebben we Roelie nog nooit gehoord. Komt door je mic. Yeah. Moet je maar kunnen, Stijn is niet makkelijk zo'n zesde plek. Nee, dat doe ik je niet na. Dwayne zegt ook, je kan Roelie niet horen. Roelie, neem jij je eigen audio op voor je YouTube kanaal. Ai, ai, ai. Ja, heb je niet ergens een andere microfoon? Ja, ik hoor jou perfect. That's the exact spot to lean on as a reliever. As a hitter, you just have to tip your cap and look for the next one. Ja, even pauze. Jongens, we proberen even de audio van Rulli te fixen. Peter de Haan, je wil Roelie toch ook niet horen? Roelie is een man van daden. Ja, dat is ook weer zo. Ook weer zo. Even kijken, ik ga even op die stream proberen te luisteren. Nee, ook weer zacht, ouwe Roelie. Ook weer zacht? Ja. Ja, Jan. Hey, Jantje Lemmens. Die zegt even in de broadcast settings checken. Ja. Uitvoeren hoofdtelefoon, alle audio, microfoon. Ja, microfoonniveau aanpassen, als die op de hoogste is. Uitzending. Instellingen voor audio delen. Oh, wacht, probeer eens iets. Roelie. Hou die grote knop de PlayStation knop ingedrukt. Uitzending en dan instellingen voor audio delen en dan alle drie dingen aangevinkt zijn. Staat die bij jou er niet? Nou, bij jou staat die er niet omdat jij niet aan het streamen bent, denk ik. Wacht, ik probeer nog één iets. Ja. Sorry jongens, we hebben even technical difficulties, want Roelie zit op de headset van de buurvrouw, denk ik. Nee, gaat niet werken, maar ik moet even kijken hoe we dit gaan oplossen. Oké, kijk, je kan, als je op nu, klik op de PlayStation knop, ga naar instellingen. Ja. Yeah. Dan naar delen en uitzendingen. En dan instellingen voor audio delen. Zijn alle drie die dingen aangevinkt? Ja. Jesper de Boer zegt, lijkt alsof er iets ingesteld staat dat we alleen jouw hart kunnen horen. Geavanceerde instellingen. Berichten. Verspraak.
zou kunnen hoor, maar. Ja, dat moet ik even. Dat kan ik nu helaas niet. Wacht. Oh, krijg ik nog een appie? Kan ik zijn dat party in party geluid lag hebt en de game hard? Ja, als het goed is, niet. Ik kan het even checken. Zo, misschien dan. Dit is het beste wat ik kan doen. Hopen dat dit beter gaat. Ja, ik hoor perfect. Maar daarom denk ik, misschien ligt het bij mijn instellingen ergens aan. Die pauze deed me goed. Hoppatee. Oh ja, Holland Series vorig jaar. Ai. Ah ja, weet je wat het is, Rulli? Een gebroken klok heeft ook twee keer per dag de goede tijd, hè? Lekker, lekker. Wow, waarom? Wow, waarom? Oké. Runners on first with one down. Changes up on him, but that's in the dirt for a ball. Wacht, oké. Rulli, we moeten ze even voor party switchen, hoor ik. Maybe trying to back him up a bit there with the fastball. Dan we moeten in de party van Ruwendrik en Ibo. Om te proberen. Heb je ook een invite gehad van Ibo? Swanson has to shade his eyes from the sun, but he stays with it for round number two. Wacht, ik ga even naar Ibo's party en dan invite ik jou. Waar is die party? Waarom zie ik hem niet? Oh, hier zit hij, hier zit hij. Hallo jongens. Vertel eens even dan, hoe moet dit dan? Als het goed is, had ik wel. Dan moet jij je ding aandoen. Kijk, voor het geen streamen staat er. Staat er zeg maar. Wat stond er ook weer? Voor het gaan streamen staat er. Wil je ook. Dat nee, andere mensen mij ook zijn de hele tijd stappen? Ja, dat heb ik. Als goed is ook dat. Als goed staat het gewoon aan automatisch. Oh. Rounded down the third baseline, but this will wind up a foul ball, strike two. That misses one and two. Hey, je moet nu echt kijken naar wat je zegt, hè. Wacht, ik ga weer even naar die andere party. Thanks, Rulli. Bedankt voor de gratis tweede honk. Oh wacht, Rulli is alweer weg. Oh. Sorry jongens voor de technical difficulties. Ai, niet ideaal dit. En die Rulli zit gewoon door te gooien. Gadver. Niet eens opgelet. Ja, ik denk ook dat er mijn instellingen ligt, helaas. Rulli? From the stretch, the 1-2. Right side hit hard. And that is into right field, a base hit. Hallo. Oké, ik denk dat het aan mijn instellingen ligt, maar ik kan nu die stream denk ik niet zomaar beëindigen. Dan gaat iedereen weer eruit. Helaas. Maar ja, je hoort jou wel, maar heel zachtjes. Dat
Ja, die mogen het mooi opnieuw doen. Juist. Dat is ook waarschijnlijk wat aantrekkelijkere gameplay. In plaats van twee monken die die allebei niet kunnen. Maar ja, weet je, gelukkig kunnen wij... Oeh! Anthony Rendon, die is lekker hoor. Boom! En pimpen. Lekker hoor deze. 430 feet. Tuurlijk, ja, tuurlijk, Dwayne. Ah, joh! Ja, even een nieuw controletje. De mercy roll is als Roelie huilend naar huis gaat. Curveball misses here, so a good hitter's count now to 3-1. Hey, this is one of those tough outings as a reliever. Just have to keep throwing strikes and believe sooner or later this inning's going to turn around. Holds off on the slider, and that's a good idea. Roelie, man. Digging in to try it again, Justin Upton. He drew a walk his first time up. Oh, hoogste van de dag. Broodje kroket. Twee arrows. Ja, die waren wel lekker trouwens, die arrows. Ik vind het wel heel aardig van je dat je me zoveel kansen geeft. Zo. Mikey Trout, die heeft hem wel hoor. Wat is het ook weer, het Antoniaans Fasiel? Ja, die Albies die krijgt niks meer om te slaan hoor. Kan ik hem weer uit het publiek gaan vissen. Oh, ja, in de chiffy, doe het maar. Doe het maar hoor, Bobby. Oh, Bob speelt korte stop nu. Maar weet je wat het is? Net Dwayne, Roelie heeft geen error gemaakt, maar Roelie stond geen korte stop. Maar derde honk en korte stop hebben we allebei al foutje gemaakt. Dwayne zegt aangooi fout zeker, met allemaal raket emojis. Wat nou raket? Heb je geen noedel in mijn emoticons, Dwayne, voor die arme Roelie? Heel realistisch. Ready to go for the last half of the inning. Heb je iemand laten warm gooien? Nee, ik ga me van nu. Nu moet ik een koekenbakker. And standing in one of the best two strike hitters in baseball, Andrelton Simmons. Oh. Hij gooit hem goed hoor. Heb je nou iemand anders opgezet? Of is diezelfde nog? Even mount visit, even wat confidence. Zou je nou de inning uitkomen? Delano zegt Roelie, quit pa, ha, ha, ha. Ja precies, Rage quit Roelie. Dat is de bijnaam. Good job to let it go by though as a hitter. Oeh, dat lijkt wel Ruwendrik in het linksveld. Mag hij eraf? Lukey? Die ken ik niet. Was dit op de swing of op de pitch? Kom op man, scheids.
0-1 voor hem hier in this one. Ja, die bleed. Die bleed. Lekker. Oh, gaat er naar 3 man, gek. Lekkere bleeder dit. En daar is Mikey Trout weer hoor. Oh, ah, sack fly. Sack fly. Oei. Lekker Mike Trout, doe het maar. Ja, ik speel zeker thuis. Next up, the two-way Japanese import, Shohei Ohtani. Oh, nasty. Two on his line so far in the game. Strike one to start the at-bat. Ja, ik zie het. And he falls behind 0-2. Goed gezien. Try to get him to chase the fastball there, but he lays off 1-2. Man, that's a good take there on that 0-2 fastball. Oh, he felt. Ja. Lekker. And the runner at third will put the brakes on here as it is. Onder de zone die bal. Die Ohtani is gek hoor. In now is Anthony Rendon. Zien. Slider here that misses for ball one. He's working on a 1-for-2 game so far. Oh yeah. Hey, love the confidence in that pitch right there, going right after one of the better hitters on this team, not afraid to execute. Dwayne zegt. Dwayne zegt, I know, Rulli, zeg gewoon wat je gooit, man, maakt toch geen verschil. Peter de Haan, geweldig zijn, zelfs hier, het niet eens met slag en wijd. Dus elektronische scheid en overplassen heeft ook geen zin. Ik ben het niet eens met slag en wijd, zeker niet. Ai, ai, ai. Nou. Wacht, laten we even iemand op de... Ja, dat wilde ik net zeggen. Laten we even iemand op de heuvel zetten. Rechts. Hij gaat warm gooien. Is Ohtani moe? Hoezo is hij moe? No offer on that one. Two balls and a strike. Hasn't seen a heater yet in this at bat. One might be coming. Ja, hier, dat, precies. Jan Balde, die snapt het. Jannie, die zegt, net alsof je een bejaarde een nieuwe telefoon geeft. Die kunnen de volumeknop meestal ook niet vinden. Ja, dit is serieus. Dit is niet Roelie's fout. Dit is mijn fout. Ik heb blijkbaar ergens iets fout staan in mijn instellingen. Maar ik weet niet wat. Maar straks, helaas, sorry, mijn fout. Ik denk dat straks bij wedstrijd 2, dan wordt het Ruwendrik tegen Ibrahim Redan. Die zorgen er als het goed is voor dat de instellingen wel kloppen. Dus dan kunnen ze elkaar een stuk beter horen. Of elkaar, dan kunnen ze in ieder geval op de stream allebei de stemmen horen. Boekhoud. Hey Roelie, je hoeft binnen geen mondkapje op, hè? Die Roelie krijgt een bakje shit, jongen, van mijn fouten. Maar alleen maar dat ze je zacht horen, hè? Niet gewoon dat je hier gewoon kapot gemaakt wordt met 8-1. Oh, al die bleeders. En die Grand Slam. Het kan gebeuren. En niet, ja, omdat de audio fout is. Ja, dat is... Oh, laten we even de bullpen even rust gaan. Doe maar ready and waiting. Ja. Nee joh, hij moet weer, wat is het? Hij moet weer ready zijn voor de volgende game. Hij moet niet te moe zijn. Ik heb geen idee. Ah, weer een bleeder, man. Oh ja. Oh, laat er even een hangen.
hit hard to short. Swanson brings it in, throws in time, and that's out. Hij gaat naar drie! Well, oh, nee. Thought about going for third, and now that runner's in no man's land out there. So stepping in, Andrelton Simmons. He got on top of one. Simmons lijkt wel goed. Good lead there at second. Here's the pitch. Ja, kijk. Kom op. Ja, goed, weet je, je maakt je geluk, hè? Ja, precies. Snap je? Hier af en toe een grand slam en een shot toe. Niet in de hoofdklasse. Nee, volgens mij niet. Ja. Zo. Oh nee, dat haalt hij niet. Ga terug. Nee. Woehoe. Ik had het gehaald, ja. Ready once again, David Fletcher. Two men on, two away here in the fourth. Doe je? Ready with the first pitch, here it comes. Oh. Now here's one hit in the air to the right side. Je krijgt die melding. Ranging into the outfield. He's there to track it down, and that'll end the inning. Mooi. Maar één inning. Ja. Ja. Oh, je hebt zoveel vertrouwen dat je niet gaat winnen. Wat is dit voor mentaliteit, man? Ik weet niet hoor, het enige wat ik kon herinneren is dat Amsterdam er ook nog in geloofde vorig jaar. Set and the pitch. Swung on and missed for the first strike. Eén bom voor het zelfvertrouwen. Zo. Ball out to straightaway right. Waiting on it is Goodwin. And that's the first out of the inning. At the plate, Ender Inciarte comes into this at bat 0 for 1 in the ball game. Sent on the ground out to second. Oh, hij had hem gehad. Waar gaat hij duiken? Goed voor zelfvertrouwen. Oh, pinch hitter. Ja, jij moet pinch hitten. Heb je afstandsbediening al gevonden, Pik? Travis Darno will get the call here as he'll hit for the pitcher. Wie? Hard the opposite way, and that'll get down for a base hit. Ga op je honk staan, gek. No further than second, as there are two aboard now. Acuna digs in now, as he grounds one briskly to short. Simmons. Oh. Oeh. Replay. Ik wil replay. Oh. Is gewoon uit op één. Now in the Atlanta half of the fifth, that'll bring up Ozzy Albies. He's set. Here it comes. And a splitter here, but he had a bit. Ja, die Ozzy Albies die krijgt geen fastball hoog meer, hoor. One out away from stranding that runner on third. So the last thing you want to do. Blijkbaar ging je, man. Nice job there by the catcher to knock that one down. In the dirt and blood. Ja, gaan we zo de wedstrijd eindigen, Rulli? Nou, weet je, Rulli, goed gespeeld. Close game. Die locker room talk even. Even die locker room talk. Ga eens even kijken naar deze boys. Wat zij doen. Player of the game, Tommy La Stella. 2 uit 2 met een bom en een double. Hoezo is Anthony Rendon niet? Kijk jongens, voor als je nog op de stream zit te kijken, zien jullie rechtsbovenin. Ik ben level bronze 7. Zoveel speel ik dit spel dus. Zo meteen bij de volgende livestream ga je zien dat Ruwendrik tegen Ibrahim Redan moet. Die zijn level, wat is het, prestige? En prestige is Engels voor geen leven. Dus die spelen heel veel. Dus dat wordt een leukere wedstrijd qua niveau. Maar dit was de eerste wedstrijd. Roelie, heb je nog wat te zeggen over deze los? Ah, controller. Ja. Ja, man, mijn controller is raar, man. Een controller kopen, ja. Dus ik ga een nieuwe headset, denk ik. Ja, dat gaan we voor. Cool.
Hey, ik ga de stream afsluiten. Tot zometeen voor degenen die blijven kijken. Subscribe bij KNVSB YouTube. Als je geen E-League wedstrijd wil missen. Subscribe ook meteen bij Roelie. Zijn YouTube. Roelie, wat is je YouTube kanaal? Roelie en Rieke. Roelie en Rieke, makkelijk zat. Oké, bedankt voor het kijken en tot zo. Yo. Later.